الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فريس is onderverdeeld in drie categorieën. الأول خوف عبادة لله، لا يمكن أن نخاف إلا من الله، ولا نخاف من أحد، خوف مساوي لخوفنا من الله. The angst van die gekoppeld is aan aan de overtuiging dat men alleen angst heeft voor Allah Azza wa Jal. En deze angst mag niet gelijk zijn aan de angst voor een ander. من يخاف من أصحاب القبور من الجن كخوفه من الله وقع في الشرك الأكبر. Degene die van wie zijn angst naar Allah Azza wa Jal toe gelijk is als de angst van de persoon die mensen in hun graf voor de mensen in hun graf vreest of bang is voor de jin, als deze gelijk zijn, dan is dat een grote vorm van polytheïsme. هذا القسم الأول. Dit is de eerste categorie. خوف عبادة لله. De grote vorm van de angst voor Allah Azza wa Jal in de aanbidding. صرف هذا الخوف لغير الله شرك أكبر. Deze vorm van angst richten tot een ander dan Allah Azza wa Jal is grote shirk, groot polytheïsme. الثاني من الخوف خوف طبيعي جائز. De tweede categorie is een normale vorm van angst en deze is toegestaan. أخاف من اللصوص من قطاع الطريق من النار من الأسد. Bang zijn voor een leeuw, bang zijn voor dieven, bang zijn voor alles wat gewoon is toegestaan. الثالث خوف محرم. De verboden vorm is de derde categorie. كطاعة المخلوق في معصية الخالق. Zoals het gehoorzamen van de schepping in het ongehoorzaam zijn aan Allah Azza wa Jal. أو أن الإنسان يذنب نسأل العافية والسلامة ثم يقنط من رحمة الله يخاف، هذا خوف محرم والله أعلم. يذنب ثم لا يستغفر يخاف أنه لا يغفر له، هذا خوف محرم والله أعلم. De derde categorie is iemand die zondig is en vervolgens zijn hoop heeft opgegeven en bang is. Deze vorm van angst is ook niet toegestaan.